De Euromillions Volleyleague stonden er op zaterdag 2 wedstrijden op het programma waarin Warem, de hekkensluiter van de reeks, het mocht opnemen tegen Tectum Achel. Voor aanvang de voorlaatste met 5 punten meer dan de thuisploeg. Voor de thuisploeg lag er voor aanvang toch de hoop dat ze wat korter bij de Limburgers zouden komen, al zag Tectum zelf ook wel kansen liggen, daar ze bij een 0-3 of 1-3 over bekerfinalist Karuur Gent zouden gaan in het algemeen klassement. En zo gaan de Limburgers verschroeiend van start. 2-8, een kloof die al meteen te groot was voor de thuisploeg. En zo pakt Tectum Achel set 1 met 17-25. Ook in de tweede set zien we Achel meteen een kloof slaan van 5 punten, waar tot overmaat van de ramp Warem van overmaat nog ziet uitvallen. Net wanneer ze terug in de wedstrijd komen, 22-23, waar het toch Achel is dat op 0-2 weet te komen na setwinst van 22-25. In de derde set doet de thuisploeg er alles aan om in de buurt te blijven van de Limburgers. De 11-12. Met een 15-17 en 16-21 gaat Achel echter door en haalt het ook de derde set binnen. 20-25, goed voor een 0-3.